En Evert Holwerf met nog steeds in de rug van Gary Hekman. De Struten gaan nu achter Crispijn Ariens. Het is ook alweer gebleken dat je Struutinga nooit moet uitvlakken. Michael met Bovenhuis Niero. Nee, die heeft toch het rood-wit-blauwe pak aan. Toch een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar tot nu toe gewonnen. Of het jaar tot nu toe de belangrijkste heeft hij gewonnen. Gaat Ingmar Bergen nog een keer proberen. Ja. Alles of niets poging. Maar je ziet wat er even kan gebeuren in een korte tijd. Ja, dit zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Berga op safari. Simon Schouten. Simon reageert er toch weer op. Amsterdam. Dan lijkt me toch dat daar de kaart of Struutinga of Holwerf wordt gespeeld. Het werk van Simon in de laatste ronde, dat moet je van goede huizen komen om weer nog een hele goede sprint kunnen rijden. Ja. En dan weer achteraan zien we Simon Schouten. Simon Schouten met Jordi Haring. Ingmar Berger heeft een gaatje op 50 meter. Met nog 7 ronden te gaan. Het gebruikelijke duwen en trekken. En dan gaat het in het peloton niet hard genoeg. Remco Schouten. Berga nog steeds aan de leiding. Nu geeft Simon Schouten over. Kan hij dat Christian Hoekstra die achter Ingmar Berga aan duikt. Hoekstra hier op de kop. Oh, en we zien Bart Holwerf in de clinch met Struutinga daar. En dat ging maar net goed in dat peloton. Berga nog steeds vooruit, 30 meter. Rijdt op zijn tandvlees op. Hekman nu achter Struutinga. Het is nog steeds Berga op kop. Waarschijnlijk tegen beter weten in. Ja. Ja, zolang ze je niet hebben. Zo, je zit en hij heeft op deze baan natuurlijk geweldige herinneringen ook. Is hij nationaal kampioen geworden? 2006 uit mijn hoofd. Dat zou heel goed kunnen, ja. En zo zal dadelijk de sprint aangetrokken gaan worden voor de sprinters. Ja, je ziet hem echt op standen bijten. Kijk er even om. Ja, geef het op. Nu is het echt klaar wat Berga betreft. En dan is het Pieter Michael die hem aan gaat trekken voor Crispijn Ariens. Hij krijgt dan Remco Schouten en Daniel Niero achter zich aan. Michael die nog op oorlogspad is. Nog drie ronden te gaan. Het is geen sprake van een gecontroleerde finale. Nee. Nu laat Sjoerd den Hertog daar heel slim een gaatje vallen. En dan zien we aan kop dus Crispijn Ariens, Pieter Michael, Remco Schouten, Daniel Niero, Mark Brugink en Danny Stam. En is nu Robert Pos die daar probeert de sprong te wagen met Simon Schouten achter zich aan. Met Mark Brugink en Danny Stam. Zes man daar aan de leiding. Dat is misschien niet zo. Ronde wordt op twee. Dames en heren, we gaan de finale in. De handen gaan dadelijk op elkaar. We zien we daar het 65, Mark Brugink daar op top. Pieter Michael, Crispijn Ariens. We zien nu daarachter Gary Hekman binnen doorsteken bij Struutinga. Met Evert Holwerf achter hem. Crispijn Ariens valt daar weg uit de kop van de koers. Mark Brugging nog steeds aan kop. Remco Schouten aan de buitenkant. Gevolgd door Pieter Michael. En dan is het helemaal aan de buitenkant. Hekman, Hekman is vroeg. Met Holwerf. Hekman Holwerf. Hekman is vroeg. Gary Hekman, Evert Holwerf. En Evert Holwerf komt hier aan de binnenkant. Maar dit leek een bewuste actie. Maar we gaan het zien. Laatste meters. Gary Hekman komt weer binnendoor. Kijk, kijk, wie zien we daar nog meer? De Koreaan Sung-Woo Lee. En het is Gary Hekman wint voor Evert Holwerf.
En Sjoerd den Hertog volgens een transponder sprint 5000ste voor Soen Hoenli die vierde wordt. Dus op 1 Gerry Hekman, 2 Evert Holwerf. En dan is het toch nog 3 Sjoerd den Hertog voor Soen Hoenli, Arjan Stroetinga, Bart Holwerf. Gerry Hekman, dat was er weer één. Ja, het was een bijzondere finale weer. Het was niet echt een ploeg die controle nam. En niet iedereen had nog zin in sprinten, zeg maar. Dus het was wel chaos met groepjes. En ik denk gewoon rustig blijven. Je kan in één laatste ronde, kan je gewoon, als je een goede ronde rijdt, gewoon zoveel verschil maken. Ja, en dat lukte nog. Ik ging op 500 aan en kreeg vrije baan. Ja, ik zag je achter Stroetinga vandaan komen. En in de laatste ronde kwam Evert nog even onderdoor. Dat leek een bewuste actie. Ja, Stroet die, was die volgens mij niet heel zeker, want ja, op zo'n moment weet je, moesten nog 2,5 ronden geloof ik. Dan kan je ze niet meer 30 meter gaan geven, dan wordt het wel heel spannend. Dus ik koos om gelijk op te schuiven en zo langzaam een sprint op te bouwen. En bewust bij de ploegleiders gooide ik hem een beetje stil, zodat ze er achterop zouden knallen. En even dacht ik, pak hem binnendoor, maar ik dacht als je binnenkant bocht snijdt, dan ga je er sowieso uit. Dus ja, dan pak ik hem daarna weer binnendoor. Ja, en uiteindelijk... Met ruime voorsprong kom je hier over de streep. Ja, even wat ik zeg, hij pakte de binnenkant bocht. En daardoor kwam hij een beetje daarna, in het tweede gedeelte van de bocht, kwam hij in de gruis terecht. Ja, en dan is het zo moeilijk om dan nog snelheid te maken. En, ja, het gaat er toch om met hoeveel snelheid je recht stuk op komt. Dit moet een goed gevoel geven richting de Wijzenzee. Ja, ik voel me gewoon goed. De laatste weken gaat het natuurlijk sowieso erg lekker als ik niet op de grond lig. En verder, ja, het zit er gewoon goed in, dus ik zie je wel weer. Gefeliciteerd en heel veel succes op de Wijzenzee. Hey, dankjewel.